een winkelwagen toegevoegd en bij elk item een knop om dat item, in dit geval het boek, aan de winkelwagen toe te voegen. We gaan nu proberen om het ook functioneel te maken, dat als je die knop ook echt inklikt, dat je dat dan ook in de winkelwagen krijgt en dat je dat ook weergegeven krijgt. We gaan daarvoor terug naar het script. We zitten hier zo in onze JavaScript. We hebben zojuist die knop toegevoegd en we gaan straks hier ook een event listener aan toevoegen. Die event listener die moet eigenlijk een functie aanroepen die met die winkelwagen van doen heeft. En we maken daarom een winkelwagen object. We hebben hier wat objecten zitten natuurlijk. We hebben hier het sorteerboek object. En we gaan hier dus zorgen voor een winkelwagen object. Deze, die zal dan dus allereerst ervoor zorgen dat hij de toegevoegde items bevat. Toegevoegde items bevat. Hij moet dan dus, dat is ten eerste zo. Ten tweede moet hij dus een method hebben om items toe te voegen. En nee, het kan zo. En ten derde een method om items te verwijderen. Dit gaan we dan dus bouwen. We hebben hier dus dan gaan we dus werken met een object. We gaan hem gewoon declareren. Let winkelwagen is. En dan hebben we daar accolades en dan kunnen we die dus zo gaan schrijven. We hebben allereerst te maken met items. Nou, dat is natuurlijk een hele reeks. En dat is in dit geval een array, zoals je dat zo kan. Items. Zo, de items die in de winkelwagen liggen zijn in dit geval dus het boeken. En daarna kunnen we dus gaan kijken naar toevoegen. Dat is dus een method en dat is dan dus, dan kan je dus even function. En daar moet een element in als parameter. Die moet natuurlijk worden verwerkt. En dan kunnen we daar wat elementen aan toevoegen. We kunnen nu dus schrijven dan this.items. Dunt push het element. En vervolgens moeten we eigenlijk ook iets laten zien in onze winkelwagen. En we hebben hier dus die winkelwagen staan. Die hier dat aantal, dat moet worden opgehoogd. Dus we kunnen gaan kijken naar Spinglass winkelwagen span. Hier is deze. Dus dit element moeten we opzoeken en dat moeten we dan eigenlijk weergeven hoe lang dat element dus is, hoeveel items daarin zitten. Dus dan pak je dus document.query selector. En we kiezen als query selector winkelwagen aantal. En omdat het een query is, moet er natuurlijk een puntje ervoor staan. Punt query selector aantal. Punt in de HTML. Die is dan gelijk aan this.items.length. Goed, vervolgens moeten we natuurlijk deze functie aanroepen en dat gebeurt als ik dus in zo'n boek zit. Ik doe het in het andere object. Daar zijn we met uitvoeren bezig geweest. Daar maken we ook zo'n knop. Die is dan hier
En daar hebben we dus inner.html. Voor het toevoegen gaan we natuurlijk ook nog een event listener geven. Knop.event listener. En die event is in dit geval klik. En dan function. Dus dat is eigenlijk deze manier. Met fat arrow. En dan hebben we dus, dan roepen we aan winkelwagen. Die kunnen we dan doen. Punt. Toevoegen. En dan moeten we dus het element toevoegen wat we willen toevoegen. Nou, we zitten dus in dit geval in zo'n boek. We zitten hier zo een. Voor elk boek doen we dit. Dus we hebben, als we nou dat boek hebben, dat is dus een element, dan gaan we daar dus dat als argument meegeven. Oké, we gaan dit maar eens even testen. We hoeven dat niet te verversen, omdat ik hier met live window zit. Als ik hier dus op zo'n knop druk, dan had ik gehoopt dat hij dus hierboven kwam. Ik ga dus nog eventjes inspecteren. En kijken of er een console hier wat geeft. Op dit moment niet. Ik ga toch maar even verversen. Ik pak hier het boek. Ja, het is beter getest. Ik had toch moeten verversen. Zo kan hij er dus bij. En als ik hier dan weer op klik, dan komt er twee boeken in. Je kan het derde boek eventueel nog toevoegen. We zouden hier nog even kunnen kijken of winkelwagen er is. Winkelwagen. Daar. En dan punt items. En we hebben dus inderdaad nu hier vier items. Ik moet even op enter drukken. Zo. Daar zitten de items in. En die items bestaan dus in de vaart drie keer het boek aarde beneden de nieuwe beleving. En als ik hier dus nu nog op klik, dan komt daar een vijfde item bij. Dus als ik dan nog een keer opvraag, dan is dat item ook toegevoegd. Dus wat dat betreft hebben we een werkende winkelwagen. Het enige punt is, als ik de pagina ververs. En ik doe het hier zo eventjes door te laten zien. Dan is natuurlijk alles weer leeg. Alles begint van voren af aan. En daar hebben we local storage voor nodig om in feite daarna voor de gebruiker die de browser gebruikt de mogelijkheid te houden om die items erin te bewaren en eventueel naar een andere pagina over te brengen of een samenvatting daarvan te vragen voordat je gaat bestellen.